znajdujemy się w sytuacji trudnej w Unii i potrzeba jest zdecydowanego działania. Centralizzato. I cittadini vogliono vedere i loro problemi quotidiani risolti dal livello di governo più vicino a loro e vedere l'Unione Europea in azione solo dove è necessario. Nada hay de la visión de los ciudadanos europeos en los planes de este futuro de Europa. De Europa que nos quieren vender. Porque para el progresismo el futuro ya está escrito de antemano. Para ellos solo hay un camino posible y todos debemos transitar por él. Działanie dokonać się musi. Dokonać się musi. Najniższy to najbliższe nasze otoczenie, społeczność, miasto, kraj i tutaj no, podstawowa rzecz, którą powinniśmy robić, to nie oddawać tych kompetencji, jeśli nie musimy. ¿Cómo se puede ver enseguida la doctrina que profesa este consenso de izquierdas niega totalmente, radicalmente la libertad humana y la verdadera diversidad de las naciones y las personas? Porque excluye la posibilidad de que pueda haber caminos diferentes y soluciones diferentes a los problemas que se nos plantean a los seres humanos, tanto individualmente como personas, como colectivamente como pueblos. I musimy się zastanawiać nad tym, jak zreformować Unię. I ta dyskusja była początkiem, tak jak naszej trasy, ale też wielkiej, myślę, wielkiej pracy, którą musimy wykonać, żeby zmienić, zreformować Unię, żeby ją dokonać resetu Unii Europejskiej, bo ten reset jest konieczny. Dei trattati vigenti, le competenze attribuite all'Unione Europea possono essere non solo accresciute solo la strada della Ever Closer Union, ma anche ridotte. Ale do tego, żeby takiego resetu dokonać, nie trzeba tylko ekspertów, ale również polityków. Musimy przekładać idee na konkrety polityczne. Добре дошли в София. Втората спирка от обиколката на европейските консерватори и реформисти. In short, we want a community of European states that does less but does better. We want to get Europe back on track by putting Europe's national democracies back in control. La nación y la democracia van absolutamente unidas a evitarlo. Debemos impedir que realmente una serie de grupos poderosos organicen una especie de supraestado en el cual las naciones hayan desaparecido, no tengan nada que decir y así realmente las poblaciones, los pueblos queden sin palabra. We know that the political situation is it's difficult because the Union becoming increasingly centralized organization, constraining the member states, imposing its policy on them. Una confederazione di stati indipendenti e sovrani. Un'Europa di popoli fieri della propria appartenenza, che collaborano con la massima solidarietà su i grandi temi di questa epoca. Бъдещето на Европа означава за нас повече сигурност, означава охрана на националните граници, на външните граници, означава недопускане на нелегална миграция, недопускане на износ на тероризъм в нашите държави от държави, в които се водят. Return policy can never make up for border security. What we should do then is to point to these facts, talk about migrants, instead of using the word refugee when it's not about that. We should present clear policy alternatives. Покрай тези огромни беженски потоци се инфилтрират и подобни хора, които след това
се занимават с тероризъм, с организиране на престъпни структури, мрежи, трафик на хора, трафик на наркотици, оръжие и така нататък. Това намалява сигурността в Европа. И не забравяйте, нашата основна битка е Европа да се върне там, където трябваше да бъде, именно в Европа на суверените отечества. Благодаря ви. We want to rebuild Europe as a community that will offer our countries a platform for cooperation, that will promote European prosperity and security for generations to come. Dobra vam večer i dobrodošli na Međunarodnu konferenciju. Oggi in Croazia, ospiti della nostra collega Ruza Tomasic. Sve se promijenilo u posljednjih godinu dana. Ova pandemija je promijenila ne samo način na koji funkcionira Europski parlament, nego i način života ljudi. Vogliamo semplicemente rendere il progetto dell'Unione credibile, rendendola veramente vicina ai bisogni dei cittadini e dando una prospettiva di crescita, sviluppo e sicurezza alle nostre nazioni e al nostro continente. L'establishment europeo, che è coraz bardziej pannarodowy, lekceważy głosy obywateli, którzy są zakorzenieni w swoich wspólnotach, którzy kochają swoją ojczyznę, swój język, są przywiązani do tradycji i do Europy taką, jaką ona była. Dlatego my musimy pokazać jasno tę inną możliwość, inną wizję Europy, dokonać resetu Unii Europejskiej. El principio de proporcionalidad debería de estar más vigente que nunca para que la Unión Europea actúe buscando el equilibrio entre el medio ambiente, la economía y los aspectos sociales. Han ido, como decimos, es una frase que decimos en España, como pollo sin cabeza. Es decir, han reaccionado no en su debido momento. Cuando se radi o proračunu da se to donosi teško. Het is heel belangrijk dat we ook als Europa rondom dat inenten samenwerken. Dat we er ook voor zorgen dat de vaccinatiemiddelen zo snel mogelijk beschikbaar komen. Zodat we ook tempo kunnen maken met het inenten. Tu su najviše štete imali mali poljoprivrednici. Da smo mi kao pojedinci, kao skupina, kao narod svedeni na to, i to nije samo slučaj u Hrvatskoj, da razmišljamo od danas do sutra. Nije dobro da Europska unija nameće nekakve ideološke teme i određene agende. To bi trebala prepustiti državama članicama da brinu za svoj identitet, identitet društva. It should be reluctant to hand over more powers on health policy to Brussels. Already last year, it is clear that the EU overstepped its powers. The corona crisis was then abused to introduce a massive EU debt, EU bonds, and also EU taxes. The next generations will suffer from it, not benefit. Europa nije Amerika i ne može funkcionirati kao federalna država. Occorre cambiare questa Europa, riscoprendo il vero significato delle parole solidarietà e sussidiarietà.
Bună seara! Bine ați venit la stație, unui turneu european în care se vorbește mult despre prezent, dar mai ales despre viitor. They have tried to tell us that the choice was between just two possibilities, more Europe or no Europe. Prawdziwa demokracja jest możliwa także tylko wtedy, gdy już istnieje silna, gęsta wspólnota kulturowa. Demokracja jest zawsze zakorzeniona w takiej wspólnocie. We believe in a Europe of sovereign nations. Cele mai bune soluții le au autoritățile care sunt mai aproape de cetățeni. Și dacă ne uităm la nivelul de încredere, inclusiv în România sau la nivelul Uniunii Europene, din acest motiv sunt tot mai multe voci care spun e necesar să ne păstrăm suveranitatea, adică de propriile decizii, cât mai aproape de noi și nu să le dăm altora. Așteptăm de la Uniunea Europeană de 30 de ani să intrăm în rai și o ducem din ce în ce mai rău și state întregi și națiuni dispar. În ultimii ani, această birocrație bruxeleză, cum o numim noi, a încercat să vină cu o soluție care să se potrivească tuturor problemelor țărilor Uniunii Europene sau să ofere soluții pentru toată lumea, ceea ce nu se poate, este imposibil. L'Unione Europea decide le politiche industriali di un paese membro. È diverso invece fissare un obiettivo e cercare di renderlo attuabile tenendo conto anche dei punti di partenza e dei diversi sistemi industriali. Dopo 31 de ani, România nu mai are industrie deloc. România nu mai are agricultură deloc. Sănătatea și învățământul sunt în colaps. Justiția este politizată și controlată de serviciile secrete. L'Europa attuale è minacciata da una falsa concezione di se stessa. I suoi fautori sono incapaci di riconoscere i difetti del mondo post-nazionale, post-culturale che stanno costruendo. L'Unione è troppo spesso incapace di dare risposte concrete ai cittadini. Europa musi być jej różnorodność. Więc nie możemy tego zniszczyć. Rămâne să ne gândim care vor fi drepturile noastre în viitor. Principiile fundamentale care trebuiau respectate pentru restrângerea exercițiului drepturilor fundamentale. Și mă refer aici la principiul proporționalității, principiul necesității, principiul nediscriminării. Decentralizația Uniunii Europene leży ze wspólnym interesie całej Uniunii Europene. Soluția pe care noi o propunem este exact soluția pe care au avut-o părinții fundatori ai proiectului european. O Uniune a națiunilor, o Uniune bazată pe diversitate, care este unită în același obiectiv. Dames en heren thuis, goedenavond en welkom bij deze online talkshow. En voor het geval u dacht, dit moet vast een 1 april grap zijn geweest. Dat is niet het geval, we gaan gewoon beginnen. Mijn naam is Teerse van der Graaf en ik mag deze avond presenteren. We spreken vanavond over de toekomst van de Europese Unie. Want ja, hoeveel EU willen we nu eigenlijk? Daarover spreken we met politici en experts, maar ook met u thuis. In het commentaargedeelte van de video kunt u reageren met uw opmerkingen. En ook kunt u mee twitteren en dat kan met de hashtag AskResetEU. Straks schakelen we over naar Florian Pronk. Hij is met zijn eentje het land doorgegaan om de mening van de voorbijgangers te vragen. En de Europarlementariër Bert-Jan Ruijsen die presenteert de uitkomsten van een peiling. We spreken over een flexibeler EU en de economische voordelen van de Europese samenwerking. Maar eerst iets anders, want vanavond is niet de eerste, maar alweer de 5e aflevering van de tournee van de ECR-fractie in het Europees Parlement. En daarom gaan we overschakelen naar Italië. Raffaele Fico
is co-voorzitter van de ECR-fractie. En we vroegen hem over de serie conferenties en hoe hij nu de toekomst van de Europese Unie ziet. Buonasera a tutti e benvenuti alla quinta tappa del tour sul futuro. De derde editie van Europa's Future Tour, die wij samen met de conservatieve fractie willen organiseren. Het is een reeks bijeenkomsten over de toekomst van Europa die op grote belangstelling kan rekenen van de burgers, het maatschappelijke middenveld ook en de publieke opinie. Deze ontmoeting vindt vandaag plaats in Den Haag, waar wij worden verwelkomd door de heer Ruijsen en zijn partijafvaardiging, die ik trouwens van harte geluk wens met de resultaten van de recente nationale verkiezingen. Namens mijzelf en namens de hele conservatieve fractie dank ik hen voor het organiseren van dit evenement en voor de belangrijke bijdrage die zij dagelijks leveren ook aan ons werk in Brussel. De afgelopen weken is de conferentie over de toekomst van Europa start gegaan, zoals u wel weet. En onze fractie heeft zich hier vanaf het begin zorgen over gemaakt, omdat het een zoveelste poging dreigt te worden om de federalistische agenda door te drukken en een centralistische Europese visie wil opleggen zonder eigenlijk enig echt debat. Om die redenen geloven wij als conservatieve fractie dat dit initiatief niet echt nuttig is. Wij hebben ons in de conferentie van voorzitters van de fracties van het Europees Parlement daarom ook resoluut van stemming onthouden. Wij zijn van mening dat er een echt debat moet komen over hoe de toekomst van Europa eruit moet zien, waarbij fouten uit het verleden worden erkend en er een reëel en ernstig vooruitzicht wordt geboden op groei, op welvaart en op veiligheid voor de toekomst. En dit moet gebeuren via een democratisch proces van echte brede participatie, gebaseerd op een betrokkenheid van de burgers en van het maatschappelijk middenveld. Vooral de nationale parlementen en de regionale en lokale overheden moeten hierbij worden betrokken. En niet via keuzes die van bovenaf worden opgelegd. Dit Europa moet ingrijpend worden veranderd, zodat het beter functioneert en veel flexibeler wordt en dus doeltreffender wordt in zijn optreden. Deze crisis toont aan dat we een ander Europa nodig hebben. Geen superstaat die alles doet, maar een instelling die net minder doet, maar het wel goed doet. Met respect voor het subsidiariteits-, het evenredigheids- en het bevoegdheidsbeginsel. Om te komen tot een echte samenwerking en solidariteit tussen de staten en de volkeren van Europa. Ik geloof in onze ideeën, ik geloof in onze waarden en ik geloof dan ook dat wij conservatieven nu juist de moed en de kracht moeten opbrengen om onze visie en onze voorstellen, die op eurorealisme gebaseerd zijn, dat die te bevestigen en ervoor te zorgen ook dat dit project terugkeert naar de oorspronkelijke geest van zijn grondleggers. Ik sluit af met u allen in de eerste plaats een fijne avond toe te wensen. Ik ben ervan overtuigd dat deze avond nuttige ideeën en suggesties zal opleveren voor ons werk binnen de fractie. Maar tegelijkertijd zou ik ook willen besluiten met de hoop dat deze afstandelijke ontmoetingen die we nu gedwongen worden te houden snel zullen verdwijnen en dat we de pandemie snel bovenkomen ook. En dat we opnieuw kunnen reizen, dat we elkaar kunnen zien, elkaar kunnen ontmoeten en elkaar rechtstreeks kunnen aanspreken. Dank u en veel succes. Bedankt, signor Vito, voor deze introductie. Thank you, Mr. Vito. Verp. SGP, welkom. Heel fijn dat u er bent. U bent gastheer ook van deze conferentie. We gaan straks met u in gesprek. Maar eerst schakelen we nog over naar Polen, naar professor Krasnodziebski. Hij is voorzitter van de Institutional Reform Policy Group in de ECR-fractie. Professor Krasnodziebski, goedenavond. De EU-instellingen die besloten vorige maand tot een conferentie over de toekomst van Europa. En daarom vroeg ik mij af, waarom heeft de ECR zijn eigen conferenties? We wachten nog even op
Dobry wieczór, bardzo serdecznie witam wszystkich. Cieszę się, że dotarliśmy do Hagi. Rozmawiamy o przyszłości Europy. Ponieważ dlaczego chcemy przedstawić wizję zmiany Unii, resetu Unii? No dlatego, że mamy przekonanie, że Europejczyków w naszych poglądach jest więcej niż to się wydaje z perspektywy Brukseli. Nie jesteśmy odpowiednio reprezentowani, nawet nie reprezentowani w tym... Wij zijn onvoldoende vertegenwoordigd. ...który będzie zarządzał konferencję o przyszłości Europy. We moeten vertegenwoordigd worden in het comité dat dus gaat spreken over de toekomst van Europa. Vandaag moeten we ons niet alleen nationale cultuur verdedigen, onze nationale belangen, maar wij moeten ook het nalatenschap van Europa verdedigen. Wij moeten Europa verdedigen. Ik begrijp dat de verbinding volgens mij nog wel is. Kan ik een tweede vraag stellen? Nee, er wordt nee geschud. Dan ga ik naar... Als hier aan tafel zit, Bert-Jan Ruijsen, Europarlementariër. Professor Krasnodiebski zei dus dat er een flexibeler Europese Unie moet komen. Volgens mij bent u het daar wel mee eens. Ja, daar ben ik het van harte mee eens, inderdaad. Ik denk dat we moeten stoppen met de gedachte dat we alles centraal vanuit Brussel moeten willen regelen. Ik denk dat de EU daar gewoon te groot en te divers voor geworden is. En dat betekent dat we gewoon meer ruimte moeten geven aan de landen, aan de lidstaten, om eigen keuzes te maken. Dus dat betekent concreet dat we moeten stoppen met het overdragen van bevoegdheden aan Brussel. Het betekent ook dat we onze samenwerking, onze Europese samenwerking, meer moeten concentreren op zeg maar die onderwerpen waar samenwerking echt nodig is. Dan heb ik het over grensoverschrijdende onderwerpen, zoals de handel bijvoorbeeld, grensoverschrijdende criminaliteit, et cetera. Maar ik denk dat we ook landen meer ruimte moeten geven om bijvoorbeeld de keuze te maken om bijvoorbeeld met een bepaald beleidsterrein als het ware niet gewoon mee te doen. Hè? Zogenaamde opt-outs, waar tegenwoordig veel over gesproken wordt. Ja, precies. Nou, daar gaan we straks ook over doorpraten, over Europa. En dat gaan we in onze eerste van twee debatten doen van vanavond met als thema: de toekomst van Europa is een flexibeler Europa. U heeft ook nog de uitslag van een poll voor ons. Die is gehouden, een peiling. En die gaat ook eigenlijk over de vraag of mensen een flexibeler Europa willen of juist niet. En u gaat de uitkomst nu voor ons presenteren. Ja, misschien goed om die uitkomst daarvan even te laten zien. Ja. Moeten we even kijken hoe het werkt met de slides. Want het is wel handig om die... Ja, als het goed is, komt de uitslag met de percentages. Die komen nu op het scherm. Ja, precies. Want we hebben inderdaad ook een peiling laten uitvoeren door Maurice de Hond. En ons is gebleken dat inderdaad de meerderheid van de Nederlandse bevolking echt wel voorstander is van een flexibelere Unie. Nou, dat zie je hier ook. 58% van de ondervraagden geeft aan dat ze een voorstander is van meer flexibiliteit in de Unie. Dus dat is heel interessant en goed om te weten. Misschien kunnen we naar de volgende slide, want we hebben nog meer interessante gegevens die we denk ik even kunnen laten zien. Er zijn zo'n 1000 mensen ondervraagd. Er zijn zo'n 1000 mensen zijn ondervraagd. Dus het is echt een representatieve steekproef geweest onder de Nederlandse bevolking. We hebben ook gevraagd van wat wilt u nu met de toekomst van de Europese Unie? Wilt u nu meer bevoegdheden bij de EU neerleggen? Of wilt u juist naar een nexit? Wat we hier laten zien, dat is dat slechts 20% zegt van we willen wel toe naar een soort Verenigde Staten van Europa. Dus meer bevoegdheden naar Brussel. Je ziet ook dat rond de 23% zegt van doe mij maar een nexit. Wij willen er helemaal uit. Maar interessant is om te zien dat de grootste categorie, 35% van de mensen, geeft aan dat ze wat bevoegdheden willen terugleggen van Brussel bij de lidstaat. En dat past eigenlijk inderdaad ook heel goed bij onze visie. Wij willen best wel Europese samenwerking. Maar die samenwerking moet je wel echt concentreren op een aantal wezenlijke belangrijke beleidsterreinen. Ja.
En jullie hebben ook nog gevraagd naar de Gezondheidsunie, volgens mij. Daar zag ik net de statistieken van komen. Ja, precies. Van de laatste tijd is er natuurlijk heel veel te doen over de Gezondheidsunie. En het ligt van de coronabestrijding. Dus je ziet een enorme druk om ook in Europees verband nauwer met elkaar samen te werken. En men wil dan toe naar een soort Gezondheidsunie. We hebben ook inderdaad ook aan de mensen gevraagd van hoe kijkt u aan tegen zo'n Gezondheidsunie? Nou, wat u hier ziet, dat is dat 46% van de ondervraagden aangeeft zo'n Gezondheidsunie vinden we een slecht idee. En 39% geeft aan, nou, wij zien daar wel wat in. Nou, ik vind het wel belangrijke signalen die we hier hebben opgepikt. De rode draad die ik hier toch uithaal is van nou, pas op met extra bevoegdheden overdragen aan de EU. Kies voor een wat flexibelere Unie. Dat haal ik echt uit deze gegevens. En ik vind dat de EU daar ook gewoon naar moet luisteren. Hè? Omdat het ook gaat, als het gaat over de toekomstige ontwikkelingen van de Unie, blijft het wel heel belangrijk dat er ook voldoende draagvlak is onder de bevolking over de ontwikkeling die je in gang zet. Precies. Nou, interessante uitkomsten van de peiling. Ja, ik weet niet of professor Krasnodziebski nog even online is, want die hebben we net zijn wij doorgegaan met het programma. Volgens mij, hij is niet online, krijg ik door. Dus dat betekent dat wij doorgaan met het kijken van een aantal video's. Blijf vooral kijken, straks zijn we bij u terug. The ECR Group is the voice of Eurorealism. A sensible middle way between ever more Europe and no Europe. With respect for the sovereignty of Europe's national democracies, with less bureaucracy, more fiscal responsibility, and equality for all member states. We believe the peoples of Europe want the European Union to do less and to do it better, to promote economic recovery and growth and more jobs, to help, not hinder our countries in getting immigration under control, to deliver a clean environment at a cost we can afford, to work with global partners to protect our security, to create jobs through free and fair trade. Europe should only act where it can deliver real added value to member states and their citizens. By putting Europe's national democracies back in the driving seat, we can build a Europe that will offer our countries a platform for cooperation, that will help promote European prosperity and security for generations to come. Welkom terug bij deze online talkshow over de toekomst van Europa. Nou, omdat we het ook heel erg belangrijk vinden wat de man en de vrouw in de straat vinden van Europa, hebben wij onze razende reporter Florian Pronk op pad gestuurd met zijn beroemde eendje om te vragen wat de mensen er nu eigenlijk van vinden. Kijk even mee wat hij te horen kreeg. Vandaag ga ik namens de ECR-groep op zoek naar het antwoord wat mensen vinden over de invloed van de Europese Unie op zijn lidstaten. Nou, en dat doe ik vandaag hier in Holland, in de oudste stad van ons land. Zo, nou, ik ben in Dordrecht en ben benieuwd. Wat is het eerste waaraan u denkt als ik de Europese Unie noem? Een samenwerking die niet zo heel erg soepel verloopt. Oh. Ja. En wat denk je, waarom loopt hij niet zo soepel? Ja, ik weet niet. Het is heel lastig om goede afspraken te maken binnen de Europese Unie, denk ik. En ook heel lastig om wetgeving in de Europese Unie ook door te laten zetten in nationale wet. En daar misschien ook nog je eigen draai aan te geven als natie zijnde. Dus dat is best een lastig principe natuurlijk. Er zit heel veel werk achter. En naar mijn mening kan dat een heel stuk beter. Ja, aan de euro, aan de goede samenwerking, aan vrede vooral en mensen die het moeilijk hebben bij de betere betrekken. Ja. Waar denkt u aan als ik dat noem? Nou, dat alle landen met elkaar verbonden zijn om samen sterk te zijn tegen de grotere machtheden in deze wereld. Ja. En is die invloed volgens u positief? Ik heb er geen slecht gevoel over, nee. Okay. En als de Europese Unie nu meer macht zou krijgen, zou dat iets positiefs zijn? Bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Europa, is dat iets wat u aanspreekt? Geen idee. En wat vindt u van de invloed van de Europese Unie?
Ja, ik vind dat de invloed, ik ben eigenlijk niet heel bewust van die invloed. Het enige wat ik weet is dat de economie anders wordt gereguleerd, met een andere valuta. En eigenlijk is de invloed niet echt merkbaar, behalve dat je hoort op het nieuws dat, dat geld verdeeld wordt naar zuidelijke landen. Dat mensen daar niet tevreden over zijn. Ik denk dat het een beetje gelijk mag blijven. Ja, niet meer, maar het hoeft voor mij ook niet minder. Dat hoor je vaak. Maar ik ben op zich niet tegen de euro. En dan krijg ik het nog wel eens een keer terug en dat soort dingen. Maar, Waar denk je aan als ik de Europese Unie noem? Ja, waar denk ik? Ja, daar heb ik niet zo heel veel verstand van. Maar dan denk ik toch wel aan allemaal landen die samenwerken en dan toch weer samen dingen te regelen. En waar vind je te veel? Nou, bijvoorbeeld met het coronabeleid. En ik denk ook gewoon bepaalde sancties. Ik ben niet heel politiek aangelegd, maar ja, ik weet niet. Bepaalde soevereiniteit is wel belangrijk, denk ik. Nou, u hoort het, mensen. Hier in Dordrecht denken ze er bijna allemaal hetzelfde over. Hier en daar wat macht inleveren vanuit de EU. Maar voor de rest een flexibele Unie zoals we die nu ook hebben. Bij mij in de studio nog steeds aan tafel Bert-Jan Ruijsen, Europarlementariër voor de SGP. Welkom. En inmiddels is ook aangeschoven Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP. Fijn dat jullie er zijn. Ja, jullie hebben nu veel meningen gehoord, maar meneer Ruijsen, wat vindt u eigenlijk? Nou, wat ik hier hoor is een hele bekende geluid. Aan de ene kant ziet men de meerwaarde in van Europese samenwerking. En die meerwaarde zien wij ook. Je moet het ook zo zien, de Europese Unie is natuurlijk opgericht in de naoorlogse periode om te zorgen voor een stuk vrede en stabiliteit in Europa. En daar zit zeker ook een stuk meerwaarde van de Europese samenwerking, mogen we best koesteren. Tegelijkertijd hoor ik ook in het filmpje dat ook heel veel mensen zeggen van, maar wacht even, we willen niet al te veel bevoegdheden aan Brussel overdragen. En we mogen best een beetje zuinig zijn op onze eigen soevereiniteit. En dat is wel een signaal waar ik me heel erg in herken. Laten we alsjeblieft die samenwerking goed vormgeven, maar dat wel beperken tot een aantal echt grensoverschrijdende onderwerpen waar we elkaar echt op nodig hebben. Maar zeker geen superstaat. Nee, dus samenwerking maar tot op zekere hoogte, zegt u eigenlijk. Meneer Bisschop, bent u het daarmee eens? Ja, wat dat betreft verschillen de Eurofractie en de Tweede Kamerfractie niet wezenlijk van elkaar. We hebben 3 jaar geleden een rapport uitgebracht. Dat hebben we ook gedaan toen in overleg met de Eurofractie. En dat rapport dat hebben we getiteld De lidstaten weer aan het roer. En als ik het even aan de camera toon, op deze wijze, op aanvraag nog steeds verkrijgbaar overigens. Oké, goed om te weten. Daar hebben we dus geanalyseerd. Wat gaat er nou fout in de Europese samenwerking? Een samenwerking waar je op zichzelf positief over bent. Je houdt elkaar vast, je kunt elkaar versterken. Maar er zijn instituties gekomen die als het ware een eigen dynamiek hebben ontwikkeld. En denk bijvoorbeeld aan de Europese Commissie. En die dynamiek die is erop gericht om de machtsverhouding, de machtsbalans tussen het gemeenschappelijke en het eigene van de lidstaten, om dat te veranderen. Te veranderen in de richting van meer gecentraliseerd. En daar zitten een aantal mechanismen in dat hele systeem waardoor dat bevorderd wordt. En wij hebben dat de weeffouten genoemd. En wat ons betreft zou je die weeffouten aan moeten pakken. Bijvoorbeeld, wat heel weinig wordt onderkend, is dat de Europese Commissie, die heeft het recht van initiatief, treedt daar onmiddellijk fors mee naar buiten, waardoor lidstaten, lees de Europese Raad, eigenlijk al op achterstand staat, want de Europese Commissie heeft al allerlei woeste plannen. Je zag het bijvoorbeeld met ideeën voor de gezondheidsunie. Het Europese Hof van Justitie geeft de interpretatie van Europese wet en regelgeving, doet dat altijd vanuit het principe ever closer union. Dus altijd vanuit het principe van wat versterkt de Europese samenwerking of eenwording. Dat wordt vervolgens geldend recht in Europa. Dat zijn dus mechanismen die tot sluipende soevereiniteitsoverdracht leidt. Geen enkel democratisch instituut, in welk van de lidstaten ook, spreekt zich daarover uit. Maar dat gebeurt via de achterdeur wel. En onze insteek is dus heel duidelijk. Samenwerken, zeker. Maar werk toe naar een helder, flexibel, federaal systeem.
Daarbij worden we, en dat vond ik heel verrassend, even later, dus een paar maanden later, werden we in ons rapport heel sterk gesteund door een studie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En wat zegt die? Flexibiliseren van de Europese samenwerking. Het is alsof ze ons rapport hebben gelezen. Nou, dat vinden we prima. Ik heb het ook aan Rutte overhandigd. Ik weet nog steeds niet of hij het heeft gelezen. Ik vermoed het niet. Ik heb het ook aan... Misschien te druk met andere dingen. Ik denk het, ja, momenteel zeker. Ja. Maar misschien moet hij dit eens gaan lezen, dat helpt. We hebben het er ook aan de heer Verhofstadt overhandigd. Maar ik weet zeker dat die het niet heeft gelezen. Want die slaat nog steeds taal uit waarvan je zegt van... Ja, jongens, we leven hier niet in een of andere... Nou, ik wil een Oost-Europese staat noemen van voor de Koude Oorlog, maar dat klinkt onvriendelijk, dus dat zeg ik niet. Maar laten we alsjeblieft die democratische instituties, laten we daar heel zuinig op zijn en kijken van hoe kun je elkaar blijven versterken, ook op het wereldtoneel. Helder, dank. Nou, voordat we hierover verder praten, gaan we overschakelen naar het buitenland. We hebben verbinding met Roemenië en met Kroatië. We hebben namelijk verbinding met Europarlementslid Christian Terres in Roemenië. En ook is mevrouw Ruza Tomasic in Kroatië bij ons. Hartelijk welkom beiden. Meneer Terres, ik wil eerst eventjes naar u. Want hoe denkt u nu over de balans tussen de lidstaten en Brussel? First of all, thank you so much for having me in this... Eerst en vooral wil ik u bedanken dat u mij heeft uitgenodigd voor deze fantastische conferentie. Very open and pleased with the, Mensen waren heel blij met de perspectieven die jullie boden voor de Europese Unie. Wat uw vraag betreft, meer mensen stellen de richting en het leiderschap van de Europese Unie een vraag. Enerzijds om de mensen tegenover die pandemie hadden ze te maken met de pandemie en statistieken. En statistieken tonen dat aan dat mensen eigenlijk, de mensen die aan het hoofd staan van de Europese Unie, dat zij die in vraag stellen. En dat ze ook zich afvragen hoe het met de welvaart zal zitten. Meer en meer mensen stellen zich de vraag of de oplossingen van de Europese Commissie wel de juiste zijn. En of het echt wel geschikt is. Dus om concreet op uw vraag te antwoorden, zou ik zeggen... De oplossing voor de Europese Unie is niet meer Europa, maar een beter Europa. En beter Europa kan je niet bereiken zonder de steun van de nationale soevereine staten. Je moet hen ondersteunen om beslissingen te nemen die dichter bij het volk liggen. En niet alle beslissingen centraliseren. Want hoe meer je dat doet, hoe meer je gaat falen in het bereiken van ons doel, dus om een beter en sterker Europa te hebben. Dank, interessant. En dan ga ik even naar mevrouw Tomasic. Goedenavond, want wat is uw mening over de toekomst van Europa? Eerst en vooral wil ik u bedanken voor de uitnodiging voor deze heel belangrijke conferentie. Het is echt een eer om hier te mogen deel van uitmaken. Ik denk dat het enige Europa dat mogelijk is, is een Europa dat flexibeler is. Er zijn geen veel alternatieven voor dat, als er vrede en welvaart op lange termijn moet komen. Andere zaken leiden tot ideologieën, tot politieke spanningen en onbalansen. Wij als conservatieven spreken vaak over verschillende trajecten voor Europa. We willen een alternatief bieden voor die Unie die steeds dichter wordt. We bieden een aantal alternatieven aan alsof het iets exotisch is, maar dat is helemaal niet zo. Het is puur, gewoon, logisch. En de landen moeten samenwerken als het in hun gemeenschappelijk belang is. Dat is natuurlijk. Wij willen allemaal zaken die goed zijn voor onze naties. En sommige van die zaken kunnen we bereiken enkel door samen te werken. Andere zaken kunnen we beter doen op landsniveau, omdat we een bepaalde culturele achtergrond hebben. En verschillende landen in de Europese Unie hebben verschillende opinies en ideeën. Het is niet mogelijk om een soort Europese staat te maken met verschillende achtergronden. De enige manier vooruit is
samenwerken tussen de landen, maar wel de soevereiniteit respecteren en de verschillen respecteren ook. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik heb nu al veel dezelfde meningen gehoord. Meneer Ruijs, dan ga ik even naar u. Volgens mij bent u het best wel met elkaar eens. Waarom hebben we dan nog geen flexibele Unie? Nou, binnen de ECR zijn we het hier best wel over eens. Hè, dat we een euro-realistische koers moeten gaan varen. Alleen, ja, de ECR heeft nog geen meerderheid in het Europese parlement. Dat is de realiteit momenteel. Ik heb zelf het gevoel dat de democratie in Europa momenteel eigenlijk nog niet zo goed functioneert. Want als de volksvertegenwoordiging goed zou luisteren naar wat er nou echt leeft onder de bevolking, dan denk ik dat men nog wel eens goed zou nadenken over nou, de koers die ingezet is. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar een partij als de VVD, hè, die stelt zich eurokritisch op tijdens de verkiezingen. Maar als dan de verkiezingen voorbij zijn, dan komen ze met voorstellen om het vetorecht maar op te heffen. Hè, waardoor je als het ware de positie van lidstaten verder verzwakt. En je lidstaten als het ware nog vaker overroelt. Dus dat zijn allemaal dingen die natuurlijk niet helpen, zeg maar. Maar goed, wij doen ons best als ECR om anderen te overtuigen van de noodzaak van de koersverandering. En dat is ook een van de redenen waarom we natuurlijk met deze tour zijn begonnen. Hè? Om te laten zien, beste mensen, er is een heel redelijk alternatief voor de, nou ja, de Europese ontwikkeling. Ja. Ja, en volgens mij zou ik ook wel graag zien dat Nederland een opt-out zou kunnen bedingen op verschillende terreinen. Waar moet ik dan aan denken, concreet? Wat voor terreinen? Nou, het liefst zie ik dat we duidelijk afspreken dat er geen verdere bevoegdheden naar Brussel worden overgedragen. Maar op het moment dat die trein toch verder gaat, hè, als we toch toegaan in de richting van een ever closer union, als we toch bijvoorbeeld sociaal beleid gaan overdragen naar de EU, als we bijvoorbeeld meer gaan doen op het vlak van onderwijs, dan vind ik inderdaad dat een land als Nederland op dit soort onderwerpen dan opt-out zou moeten bedingen. We hebben het bijvoorbeeld nu over het instellen van een minimumloon, Europees gezien. Ja, ik zie eerlijk gezegd echt niet de noodzaak in om dat op Europees niveau te regelen. Dus ik vind dat je landen de vrijheid moet geven om te kunnen kiezen van, nou, zo'n minimum jeugdloon op EU-niveau, prima. Maar wij als Nederland bijvoorbeeld, wij doen nog gewoon even niet mee. Ja. Ja, ik ben wel even benieuwd hoe meneer Teres en mevrouw Tomasik daar ook naar kijken, naar die opt-outs. Meneer Teres, om bij u te beginnen. Op welke terreinen zou uw land een opt-out willen bedingen? Look, the idea historically, because in these times, it is wel important to understand what. Het is vandaag heel belangrijk om te begrijpen wat het doel destijds was van de Europese Unie. Die constructie die gebouwd is voor de Europese Unie ook nog. Wie de stichtvaders waren. Zij wilden de bevoegdheden van de nationale staten niet vervangen. Dat was niet de bedoeling. Nu zien we een constructie die gelijkaardig is aan die van de Sovjet-Unie bijvoorbeeld. Dat is van de jaren 50 en 60. En in de jaren 50 en 60 moesten de landen samenwerken om gemeenschappelijk doel na te streven. En natuurlijk heeft elk land zijn eigen doelstelling. Kroatië heeft zijn eigen doelstelling, Roemenië ook. Het is belangrijk om een balans te vinden. En je moet naar het juiste doel streven. Minimumloon bijvoorbeeld. Er is een minimumloon in West-Europa en een ander soort minimumloon in Oost-Europa. Alles is verschillend. Dus je kunt die zaken niet gemeenschappelijk gaan beslissen en één minimumloon maken. Want je gaat de landen bankroet maken op een gegeven moment als ze dat gemeenschappelijke minimumloon moeten implementeren. Het idee om alles te centraliseren, om alles te harmoniseren, dat zorgt voor de huidige uitdagingen in de Europese Unie. En om flexibeler te worden als Europa, om een betere Europese Unie te worden, dan moet je de lidstaten toelaten om voor zichzelf te beslissen. Ja, dank. En mevrouw Tomasik, hoe ziet u dat? Bent u het eens met meneer Teres? Well, yeah, I actually do agree because. Ja, ik ben het wel met hem eens. Want dit bevestigt eigenlijk wat we al wisten.
Mensen willen geen gecentraliseerd Europa met grote bureaucratie en onverkozen politici die alles besturen. Ik... National ballot in Croatia. Even the best. In Kroatië hebben we zelfs heel goede Nederlandse mensen, maar from the Croatian community. Zij krijgen geen erkenning van de Kroatische gemeenschap. Dus ze krijgen daar geen erkenning voor. En it's also the other way around. En het is ook omgekeerd natuurlijk. Ik kan goed gekend zijn in Kroatië bijvoorbeeld, maar in Nederland kan ik niets betekenen. Dus al die experimenten zijn eigenlijk gevaarlijk en we moeten ons daar tegen verzetten. Dank u wel. Ja, meneer Bisschop, dan ga ik eventjes naar u. U bent van de week was weer de installatie, herinstallatie van de Tweede Kamerleden. Zeker. En hoe gaat u zich nou de komende jaren inzetten in de Tweede Kamer om die EU flexibeler te krijgen? Nou, dat hebben we vorige week hebben we al een begin meegemaakt. Toen werd tussen neus en lippen door de demissionaire premier even gezegd dat hij een stuk had opgesteld samen met de premier van Spanje, waarin, collega Ruijsen refereerde er net al aan, waarin uitgesproken werd dat op het terrein van mensenrechten het vetorecht wel afgeschaft zou mogen worden. Dus toen heb ik dat aan de orde gesteld, daar de vinger bij gelegd. En wanneer hebben we hier in de Tweede Kamer ook al over gesproken? Ja, nee, maar zoals hij dat kan doen. Daar is iedereen het toch over eens. Ja, het staat in het VVD-verkiezingsprogramma. Maar als parlement heb je daar geen debat over gehad. En dat wordt dan weggewuifd. Ik kreeg geen steun vanuit de Kamer, helaas. Maar het betekent wel dat wij ons nu beraden op van hoe kunnen we dit punt, dat afschaffen van dit concrete voorbeeld, de vetorecht in dit concrete voorbeeld, hoe kunnen we dat ordentelijk agenderen, zodat de Kamer genoodzaakt wordt een uitspraak te doen, via een motie of een amendement of wat dan ook. Kijk, en dit is de manier waarop het werkt. Europese instituties of regeringsleiders die gaan niet pas, boem, massief meer macht claimen. Zo werkt het niet. Nee, het is die sneeuwbal die wordt van de heuvel afgerond, begint klein en groeit. En wat ons betreft, om het in die beeldspraak te blijven, dan moet eigenlijk een föhn op, een blower op, en die moet dat gewoon wat inkrimpen, zodat de Europese instituties doen waar ze ooit voor zijn ingesteld. En dat is niet toewerken naar een supermacht. Mag ik nog één voorbeeld geven? Nog één kort voorbeeld. Eén kort voorbeeld. Want we hebben een vraag uit het... De green card, de gezondheidskaart en de pas. De pas waaruit blijkt dat je geen COVID-19 hebt. Ja, nee, was het debat in de Tweede Kamer. Ik stelde aan de orde van waarom moet de Europese Commissie dat regelen? Dat is toch typisch iets van... Ja, was de tegenreactie. Maar dat is toch veel makkelijker inderdaad als een Europese Commissie met zo'n voorstel komt. En u gaat altijd maar de schuld leggen bij de Europese instanties. Maar de Europese Raad heeft er zelf om gevraagd. Is mijn vraag, oké, dat is dus een uitvoerende opdracht voor een uitvoeringsopdracht voor de Europese Commissie van de Europese Raad, van de individuele lidstaten dus. Waarom wordt er dan in het Europese parlement over gedebatteerd? Dat is dan toch volkomen onterecht. Dan is het geen instrument van de EU. Maar ondertussen zie je dat het dus stiekem het wel wordt. En dat soort geraffineerde trucjes worden bij de vleet toegepast. Ik zou er nog meer voorbeelden van kunnen noemen, maar het mag van u niet. Ik moet streng zijn. We hebben namelijk ook een aantal kijkersvragen binnengekregen. En ik stel de eerste vraag maar even aan u, meneer Ruijsen. Die is van iemand die nu aan het meekijken is met ons. Wanneer is de grens bereikt van de macht van de EU? En wat moet de reactie zijn van Nederland als die grens is bereikt? Ja, wanneer is die grens bereikt? Ik denk dat, zoals de situatie nu is, ik denk dat... Dat we moeten zeggen van nou eigenlijk moet het hier en daar wat afgeslankt worden. Hè? Dat is onze opvatting. Het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen van wanneer is er nou precies een grens bereikt en wanneer zeg je nou als partij van hier doen we niet meer aan mee.
Kijk, wij willen ook, als de ontwikkelingen doorgaan, willen we onze verantwoordelijkheid blijven nemen. Hè? En willen we niet aan de zijlijn gaan staan en gaan roepen van, nou, dit doen we niet meer of hier doen we niet meer aan mee. Ook als de ontwikkelingen doorgaan, zullen wij proberen te blijven bijsturen. Hè? En zullen we ook met alternatieve voorstellen komen, met realistische voorstellen zoals we die vandaag ook op tafel leggen. Ja. Precies. Nou, er is nog één vraag uit het publiek, nou, het online publiek dan. Flexibiliteit geeft ook minder slagkracht op het internationale toneel. Dat is natuurlijk een argument wat vaak gebruikt wordt. Hè. Zo van, je hebt besluitvorming bij meerderheid nodig om op internationaal toneel iets te kunnen bereiken. Ik ben er eerlijk gezegd niet zo van onder de indruk van dat argument. Omdat ik ook zie dat de EU wel degelijk ook in staat is om met consensus besluiten te nemen. Ook als het gaat over mensenrechten. Dat hebben we het verleden laten zien. Richting Wit-Rusland, richting Turkije, et cetera. Soms duurt het dan inderdaad wat langer voordat je als EU tot een standpunt komt of tot het instellen van sancties overgaat. Maar dat lukt wel. Ja. En als het dan lukt, dan sta je natuurlijk ook veel steviger op het internationale toneel. Want je hebt met unanimiteit heb je hiertoe besloten. Ja, en ik ben ook wel even benieuwd wat onze vertegenwoordigers vanuit Roemenië en Kroatië hiervan vinden. Meneer Teres, bent u het eens met meneer Ruijsen? I fully agree and I want to add the following. Ja, ik ben het volledig eens en ik wil het wil nog het volgende toevoegen. Het is belangrijk voor de mensen die aan het kijken zijn. In the upcoming days. Wat we zeggen en ze zullen de komende dagen ook nog verder naar ons kijken. And the closer the officials are. Het is belangrijk dat ze beseffen dat hoe dichter de mensen bij de beslissing staan, hoe meer macht ze hebben. En hoe verder van hen weg de beslissing wordt genomen, hoe verder van hen weg de mensen staan die die beslissingen nemen, hoe minder macht ze hebben. En de vorige collega in het panel had het al over die groene kaart, die gezondheidskaart. Dus meneer Bisschop zei het al. En de EU neemt beslissingen die verplicht zullen zijn voor alle lidstaten. Wij worden gebombardeerd met e-mails. Ik alleszins van burgers in de Europese Unie die me vragen om niet te stemmen voor dat gezondheidspaspoort, voor dat groene certificaat. Dus die mensen hebben allemaal het gevoel dat ze in de steek zijn gelaten. Om een flexibel Europa te hebben, is het heel belangrijk dat die beslissingen terug worden gegeven aan de mensen die heel dicht staan bij die mensen. En dat zijn de nationale vertegenwoordigers, omdat zij worden verkozen door de burgers en dat zij ook verantwoordelijk worden gesteld. Dank. Ja, mevrouw Tomasik, bent u het daarmee eens dat hoe beter mensen zelf kunnen beslissen, hoe dichter ze ook bij de macht staan? Wat is uw visie daarop? Uiteraard ben ik het daarmee eens. Exactly what we, for example, in Croatia need, because. Want mensen in Brussel weten niet altijd wat mensen in Kroatië nodig hebben. Sommigen zijn daar zelfs nog nooit geweest. Wij hebben een verschillende manier van leven, een verschillende levensstandaard vaak. En ik denk dat ze meer zouden moeten luisteren naar andere landen. Ze kunnen geen beslissingen nemen in Brussel en die opleggen aan iedereen, want zo werkt het niet. En dat is ook niet eerlijk. Helder, hartelijk. En voor uw antwoord. Roelof Bisschop en iedereen die hier meewerkt. Straks gaan we met andere gasten naar het volgende onderwerp, het maatschappelijk middenveld. Maar eerst zijn er een aantal video's. Blijf kijken. Sin fe no habría Europa. La liberté est le fondement de l'Europe. Respect für das gemeinsame Erbe. Tradition binds our continent. Non c'è valore più importante della famiglia. Europa jest dobrem wspólnym. Różnimy się, ale powinno nas łączyć wspólne dziedzictwo. Powróćmy do Unii Europejskiej, która z tego dziedzictwa wyrasta i która szanuje narodowe tożsamości. Only the European Union without arrogance, based on solidarity and mutual respect for its member states, can regain the support of the European nations. We can do it together.
ECR-tour, live hier vanuit Nederland. We gaan focussen op onze gemeenschappelijke toekomst van de EU en het maatschappelijk middenveld. Bij mij aan tafel zitten nog steeds Bert-Jan Ruijsen, SGP, Europarlementslid, en Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP. En we hebben videoverbinding met wethouder Arnoud Proos van Barendrecht. Dat is een grote exportgemeente in Nederland. En ondernemer Jan Hak. En die kent u ongetwijfeld van de groente- en fruitpotjes. Welkom. Nou, de vraag is, kan de Europese Unie de Nederlandse economie vooruit helpen? En zo ja, hoe dan? Nou, jullie mogen allemaal deze vraag in een verklaring van 1 minuut beantwoorden. En daarna zullen wij doordebatteren. En meneer Bisschop, ik wil u als eerste het woord geven. Ja, zeker. Goede afspraken kunnen de Europese Unie, zeker de Europese economie, zeker vooruit helpen. Kijk, de EU in haar voorlopers is ooit opgericht juist om die interne markt onder andere te reguleren. Daar heeft de Nederlandse economie ook zeer van geprofiteerd. Hè? Van Urker Vissers tot Gene Muyder, tapijtfabrikanten. De landbouw niet te vergeten. De hele EU is als het ware achterland voor de Europese, voor de Nederlandse agrosector. Alleen, je moet het dan ook inderdaad richten op die economische samenwerking. En wat zeer vertroebelend werkt, is dat er krachten zijn die die economische samenwerking, monetaire samenwerking, willen gebruiken voor een grotere politieke eenheid. En daar gaat het fout lopen. Daar gaat de EU ontsporen. En dan kun je op de korte termijn, kan de EU misschien een krachtige positie in wereldverband innemen. Maar op de langere termijn wordt dat niet gepikt. De diversiteit die we anders zo hoog in het vaandel hebben, de diversiteit in Europa, die laat dat gewoon niet toe. Die landen hebben hun eigen geschiedenis, hun eigen cultuur, hun eigen, en noem het allemaal maar op. Dat moet je respecteren. En daar moet je je kracht van maken. En een van die dingen is dus inderdaad ook, geef de landen de economische positie die ze in kunnen nemen. Ondersteun dat door dat gezamenlijke beleid, waardoor je er allen van profiteert. Helder, dank. Dan ga ik naar meneer Proos in Barendrecht. Wat is uw antwoord op deze vraag? In Barendrecht, een van de grootste knooppunten van groente en fruit in de wereld. Het ligt naast Rotterdam en ik durf wel te zeggen dat Europa letterlijk gevoed wordt via deze haven. Waar profiteren ondernemers van? Van vrij handelsverkeer, 1 munt en 1 markt. Maar waar hebben ondernemers last van? Dat is van het steeds strengere klimaatbeleid van de EU. Ik noem 2 voorbeelden in dit korte statement. Voorbeeld 1, er is de afgelopen jaren een treinverbinding opgezet tussen Spanje en Nederland. De verse sla en de verse sinaasappels die liggen een dag later in de Nederlandse supermarkten. Het scheelt heel veel CO2, maar het is echt iets van concerns. En de kleine bedrijfjes met hun vrachtauto's, die mogen er niet de rekening van betalen. Voorbeeld 2, de grote concerns die hebben de mogelijkheid om met Euro 6 motoren rond te rijden in hun vrachtauto door Europa. Die hebben veel minder tolheffing. Maar de kleine bedrijven geld om die Euro 6 motoren te kopen. En die mogen dus daarom delen van de Rotterdamse haven bijvoorbeeld niet meer in. De EU moet meer oog krijgen voor de belangen van kleine en familiebedrijven. Zorgen voor eerlijke verhoudingen, snelle verbindingen, met minder regels en met een eerlijk en een realistisch klimaatbeleid. Helder, dank. Ja, meneer Jan Hak, dan ga ik naar u. Wat is uw antwoord op deze vraag? Jammer genoeg heb ik een aantal niet kunnen horen vanwege slechte verbindingen, maar ik ben... But I'm very happy to contribute to this meeting. 3 points. Katrien? Our Jewish Christian foundation of being together in a kind of... Het is goed dat we samen zijn in een soort integratieve aanpak. Sorry, de verbinding van meneer Haak is heel slecht. Het geluid is niet goed te horen. Als we gaan praten over samenwerken, dan praten we over het wonen, het werken, het zijn. In freedom, bottom up, and together. If I call
Dat is nog niet geheel mogelijk als we geen echte grondwet hebben die afhankelijk zijn. Er is geen gemeenschappelijk standpunt op het gebied van onze fundamenten van denken. Daarom ben ik wel voor grote samenwerking, maar niet voor meer macht naar Brussel. Als we praten over Nederland met agro, food en technology, dan zeg ik als Nederland met zo'n klein landje, zoveel mensen, maar ook met zoveel afhankelijkheid op het gebied van agro, food en technology, tweede in de wereld van export producten en eerste op het gebied van technologie, dan kunnen wij heel veel winnen in Europa, zeker als we dat ook doen met andere kleine landjes zoals Israël, waarbij we alle problemen in goede afhankelijkheid van de wereldvoedselvoorziening ook kunnen oplossen. Daarom ben ik voor goede samenwerking met alle landen die van goede wil zijn om met ons op een eerlijke manier in een level playing field van zaken te doen. Helder, dank u wel. Ja, maar meneer Ruijs, u hoort nu al deze antwoorden. Kunt u hier ook wat mee in het Europese parlement? Nou, zeker wel. Want wat ik hoor, dat is heel herkenbaar. En dit zijn signalen waar ik van denk van ja, hier raken we echt aan de kern, zeg maar, van de Europese samenwerking. En aan de kern van waar, zeg maar, Europese samenwerking echt meerwaarde heeft. We hebben het hier over de interne markt. En de meerwaarde die de interne markt heeft voor Nederland. Annette Broos en de heer Hak die wezen daar ook op. Nederland als handelsland. Rotterdam als, belangrijke doorvoerhaven. Voor ons als Nederland is die interne markt natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè? Dat we dat onze producten goed kunnen afzetten op de Europese markt. Het is zelfs zo dat 70% van onze export gaat naar EU-landen, zeg maar. En gaat over naar miljarden. Hè. Je hebt het over 500 miljard aan exportwaarde. Dat zijn ook enorme bedragen. Dus hier spelen enorme belangen. En daarom zeg ik inderdaad ook, die interne markt moeten we goed vormgeven. Zorgen voor een goed level playing field. Dat we eerlijk met elkaar de concurrentie aan kunnen gaan. En laten we inderdaad ook oog hebben voor de kleine ondernemers. Midden- en kleinbedrijf. Ja. Dat we ze ook niet overladen met regelgeving. Regels moeten ook wel eerlijk en billijk zijn. Ja. Ja, dan ga ik even naar meneer Proos. Want u noemde ook, hè, de kleine de familiebedrijven die meer geholpen zouden moeten worden wat u betreft. Maar als het nu aan u ligt, wat kan nou meneer Ruijs en andere Europarlementariërs doen om uw gemeente vooruit te helpen? Of doen ze dat al wel? Oh, ik begrijp dat meneer Proos eventjes is bevroren. Dan ga ik gewoon even naar meneer Bisschop. Dan kom ik straks terug bij meneer Proos. Ja, hoe ontwikkelt nou de houding van de Tweede Kamer zich ten opzichte van het vraagstuk? Dat is een beetje wisselend. Je ziet soms dat in de verkiezingstijd er wat EU-kritische geluiden gehoord worden. Die worden niet altijd ten volle waargemaakt na de verkiezingstijd, zal ik maar zeggen. Het is voortdurend weer zoeken naar mogelijkheden om tot een realistisch EU-beleid te komen. Alleen, je merkt wel dat dan, als een Kamer daar uitspraak over doet, dat het kabinet dat nog niet vanzelfsprekend één op één overneemt. Komt dan bij dat je ook niet goed kunt controleren wat de inbreng is vanuit het kabinet in die Europese raden en noem het maar op. Dus het blijft een beetje vaag tot op heden. En het is van cruciaal belang dat je daar gewoon als Kamer ook gewoon veel beter bovenop zit. Ik ken eigenlijk maar weinig collega's in de Kamer, collega-fracties, die heel hard zeggen nexit of we moeten eruit. Die zijn er wel, alleen die hebben een wat eenvoudige benadering van kijk eens, we zijn netto betaler. Ja, en dan vergeten ze erachteraan te zeggen. En we zijn ook een grote netto profiteur, in de goede zin van het woord, van die Europese samenwerking.
En het blijft een heel spannend politiek dossier ook. En goed, wij proberen dus een realistische positie in te nemen en ook toe te werken naar een andere inrichting ervan. Neem bijvoorbeeld, er is al een keer eerder een poging gedaan om over de toekomst van de EU een debat te voeren. Daar is een whitepaper over verschenen. Dat is eigenlijk in mijn beleving vooral een stille dood gestorven. Hm. Binnenkort is er een conferentie over de toekomst van de EU. En dan moet je er bovenop zitten dat je als Kamer ook je inbreng kunt hebben. En dat er een soort draaiboek komt. Want anders dan gaat het zogenaamd via allerlei maatschappelijke organisaties. Die worden dan geraadpleegd. Nou ja, dan weet ik wel wat er gaat gebeuren. En wie er worden geraadpleegd, dan krijg je dus niet de uitslag zoals dat van die poll die zojuist door Bert-Jan is gepresenteerd. Maar dan krijg je dus allerlei EU-friendly geluiden. En dan gaat het dus verdere integratie. Wat ons betreft, je moet af van dat oude, dat eigenlijk verouderde en verkalkte denken over zware structuren. Je moet gewoon toe naar een modern en flexibel, een soort netwerkconcept, zeg maar. En dan kun je dus ook de discussies over Nexit enzovoort kun je gewoon vermijden. Want dan komt dat aspect van opt-outs komt gewoon als een realistische optie op tafel. En dan kun je dus ook je nationale lijnen daarin en belangen daarin optimaal borgen. En toch loyaal zijn aan een vitale, gezonde EU. Ja, precies. Ja, Jan Hak, daar wil ik eventjes naar u. Want ik ben ook wel heel erg benieuwd. Meneer Proosi beschreef ook net hoe bedrijven ook een beetje last kunnen hebben van de Europese Unie. Vooral op het gebied van regelgeving rond klimaat. Merkt u dat ook in uw bedrijf? De eerste vraag is welke bedrijven? Ik ben in meerdere bedrijven of commissaris of aandeelhouder. Als het gaat om de bedrijven binnen Nederland, dan denk ik dat we enorme voordelen gehad hebben bij de Europese integratie en samenwerking. Zeker als het gaat om gelijkschakeling, de currency en dat soort zaken. Er zijn nog wel wat lokale hindernissen als het gaat om nationale regelgeving op het gebied van de wet- en waardegeving. Als het gaat om bedrijven die exporteren in de voedingsmiddelen en ook technologieën, dan is er nog een hele wereld te winnen. Als het gaat om level playing field, gelijkschakeling van regelgeving. Ik denk ook aan de huidige discussie met China bijvoorbeeld. Als we daar gaan om een betere verbinding tussen onze economieën Oost en West. Los van onze samenwerking Noord-Zuid, waar wij een enorme invloed kunnen hebben op de positieve ontwikkeling van Afrika. Ja, helder, dank u wel. En ik heb begrepen dat meneer Arnold Proos weer in ons midden is. En ik stelde u net de vraag en wil ik u nog een keer stellen. U vertelde over de familiebedrijven, dat die eigenlijk meer steun zouden moeten krijgen. En ik vroeg mij dus af, wat zouden de heer Ruijs en andere Europarlementariërs nou kunnen doen om uw gemeente verder vooruit te helpen? Ja, zorgen dat er niet alleen maar beleid is waar de grote concerns de vruchten van plukken. Maar dat er oog is voor klein familiebedrijven waar maatwerk voor mogelijk is. En dat het dus niet zo is dat zij met elkaar de subsidies ophoesten waar de grote concerns de vruchten van plukken. En kunt u een voorbeeld geven van zo'n subsidie? Bijvoorbeeld? Ja, een voorbeeld is die treinverbinding die toch voor een groot deel met subsidie is opgezet. Zo'n koeltrein vanuit Spanje. Op zich een prachtig initiatief. Maar het mag niet zo zijn dat de kleine bedrijfjes dat met extra tolheffingen en klimaatheffingen met elkaar betalen. Ja, precies. We hebben ook een aantal vragen weer van de kijkers die nu met ons meekijken met deze stream. En de eerste vraag is: is het correct dat landen economische steun geven terwijl de EU ook miljarden euro's geeft aan steun? Wat is de juiste verhouding? Meneer Ruijsen, kan ik die vraag bij u neerleggen? De verhouding is nu zoek, vind ik. Als we kijken naar het Waarom? Hele
steunpakket wat nu vanuit Brussel zeg maar neerdaalt op de lidstaten. Dat is een megapakket van 750 miljard euro. Ik vind dat niet verstandig. Omdat ik het toch primair als de verantwoordelijkheid van de lidstaten zelf zie om ook de economie draaiende te houden, zeg maar. Ik zie best een rol voor de EU om zeg maar ondersteunend te zijn, faciliterend te zijn. Maar het is nu echt doorgeschoten. Waarom is het doorgeschoten? Omdat dit megapakket, steunpakket, dat gaan we verzamelen, bij elkaar brengen door geld te gaan lenen op de kapitaalmarkten. Dus dat betekent dat we enorme schulden gaan creëren. En die gaan we nog jarenlang met ons mee torsen. Dus dat betekent eigenlijk dat we... Waar moet ik dan aan denken? Is het dan 10 jaar, 20 jaar? De looptijd tot 2058. En merken wij dat dan ook heel erg in onze portemonnee? Want ik kan me ook voorstellen dat dan wordt gezegd, ja, maar dat dragen we toch met z'n allen, die schuld. Hoeveel merk je daar nou van? Dat dragen we met z'n allen, maar uiteindelijk gaan we dat wel natuurlijk jarenlang met ons mee torsen. En op een gegeven moment is het de vraag of dat nog haalbaar is, of we dat nog kunnen ophoesten met elkaar. Zeker als straks, stel je voor dat de rente weer gaat stijgen, dan zit je met die rentelasten. Je moet het op een gegeven moment toch een keer gaan aflossen. Dus eigenlijk gaan we deze schuldenlast overdragen aan nieuwere generaties. En tegelijkertijd gaat de EU belastingen instellen, ook om dit hele megapakket te kunnen financieren. En dat is natuurlijk ook een richting waarvan je zegt van moeten we dat willen? De EU die belastingen gaat innen. Ook dat, daarvan zeg ik van belastingen innen, dat is iets wat je primair door de lidstaten moet laten doen. Ik kan maar zeggen met het hele steunpakket, de balans is zoek, omdat we op deze manier ook weer extra stappen hebben gezet in de richting van een superstaat. Met belastingen, met EU-belastingen en met EU-schulden. Ja. Precies. Never waste a good crisis. Never waste a good crisis. En er is nog een vraag vanuit het publiek. En dat is het een idee de btw-tarieven te harmoniseren? Ik kijk even naar meneer Bisschop. Nou, ik weet dat de verschillen in btw-tarieven tussen de verschillende landen leidt tot misbruik. En daar zou je prima op kunnen acteren. Maar om nu het te beleggen bij de EU, dat die bepaalt hoe hoog de btw-tarieven zijn, dat is me veel te kort door de bocht. Een beetje parallel aan die belastingheffing waar collega Ruijsen zojuist over sprak. Kijk, high-tech bedrijven enzovoorts, de Googles en de Apples van deze wereld, om die aan te pakken en daar Europees afspraken over te maken, is uitstekend. Alleen, naar ons idee, moet je vooral niet die belastingheffing door de EU laten plaatsvinden, maar door de lidstaten. En dan kun je prima een afspraak maken over afdracht van een percentage van die inkomsten. Dat gebeurt bij de Rotterdamse haven ook bijvoorbeeld. Er is niks mis mee. Alleen, de discussie wordt dan als het ware zo geframed dat je of je bent voor of je bent tegen belastingheffing van die giganten. Van die economische giganten. Nee, daar gaat de discussie niet over. Wij zijn allemaal voor een redelijke belastingheffing van die bedrijven. Alleen, de discussie gaat erover, gaat de EU dat doen of gaan de lidstaten dat doen? En dan zeggen wij, wees zuinig op de EU en laat de lidstaten aan het roer. Laat die belasting heffen en maak er verder gewoon keurige afspraken over. Helder, heel helder. Nou, met deze vragenronde zijn we bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Ik dank Jan Hak en Arnoud Proos ook heel hartelijk voor hun bijdrage aan dit debat. En dan wil ik als slot nog aan u vragen, Bert-Jan Ruijsen. Welke conclusies neemt u nou mee naar Brussel? Verschillende. Om even aan te sluiten bij zeg maar de laatste workshop, laatste onderdeel. Daaruit pik ik op dat de interne markt een belangrijk onderdeel is van de Europese samenwerking. Omdat er echt nog wel verbeteringen mogelijk zijn. Zeker in de sfeer van hulp bieden aan kleine bedrijven bijvoorbeeld. Of oog hebben voor de consequenties voor kleine bedrijven. Maar ook als het gaat over steun geven aan innovatie. En een stukje vermindering van regeldruk is denk ik ook een van de belangrijke onderdelen van zeg maar verbetering van de interne markt. Dus daar zit een stuk meerwaarde voor de Europese samenwerking. Tegelijkertijd haal ik uit deze conferentie dat we toe moeten gaan werken naar toch een ander type samenwerking. We moeten toe naar meer flexibiliteit in de samenwerking. De lidstaten meer aan het roer zetten, laat ik het zo zeggen. En de samenwerking vooral concentreren
op de grensoverschrijdende onderwerpen. De onderwerpen waar Europese samenwerking echt meerwaarde heeft. Precies, dank u wel. Nou, heel goed. Dit was de Nederlandse aflevering in de reeks van de conferenties van de ECR-fractie. Ik dank u Bert-Jan Ruijsen en Roelof Bisschop voor uw komst. En alle andere mensen die hier online met ons verbonden waren. Nou, de ECR die gaat gelukkig verder. Een Zweedse Europarlementslid en ex-vrachtwagenchauffeur Peter Lundgren van de Zweedse Democraten. Die vertelt u waar en wanneer. Hey Hag. Hey allihopa. Europeiska unionen som en före detta handelsunion är världens mest storslagna projekt i modern historia. En fantastisk bedrift. Europa är frihet. Europa innebär inga mer krig. Europeiska unionen består av nästan 500 miljoner europeer och 27 länder. Vi bor i Europa och vi bor i den europeiska unionen, men jag kommer alltid att vara svensk. Det ligger i svenskars natur att vara jämlikhetssträvande, ödmjuka och finna det absolut oacceptabelt att skryta. Svenskar pratar mjukt och lugnt. Familjen är extremt viktig i Sverige och så är även barns rättigheter välskyddade inför det faktumet. Män och kvinnor är jämlika inför lagen. Både mannen och kvinnan har rätt till föräldraledighet under barnets första 18 månader. Punktlighet är viktigt. Man ska alltid vara i tid till ett möte. Vi har traditioner. Under midsommar äter vi sill som är fångad i Östersjön. Europas framtid är den mest varierande uppsättningen. De toekomst van Europa moet eigenlijk rekening houden met de diversiteit van de volkeren. We moeten ervoor zorgen dat Europa een fascinerend en interessant continent wordt in de wereld. En een fantastische plek om te zijn ook. Jammer genoeg wordt de toekomst van de Europese Unie steeds moeilijker. Er wordt gezegd aan moeders hoe ze hun baby moeten verzorgen, welke energie we kunnen gebruiken en hoe groot de haarbijen moeten zijn. De meeste onder ons weten dat niet. Is er een beperking aan de samenwerking tussen onze mooie landen in Europa? Wat is uiteindelijk het doel van de Europese Unie? En wordt de stem van de Europese volk gehoord in Europa? Hoe worden belastingen uitgegeven? Nationale interesse, om den blir meer en meer deelachtig. Gaat de Europese Unie nog steeds belangrijk zijn als de macht vergroot wordt? Kunnen we onze eigen cultuur behouden en onze tradities als we onze grenzen niet onder controle kunnen houden? Is eurosceptisme een principe? We moeten goed geïnformeerd zijn via debatten en we moeten kritisch zijn tegenover de Europese Unie om onze waarden te beschermen en de fundamentele rechten in onze landen, zonder de labels anti-Europees of pro-Europees om de oren geslingerd te krijgen. We geloven dat, dat naties die zichzelf besturen, dat de hoeksteen vormt van internationale samenwerking. Het is niet het verdrag van de Europese Unie dat de landen in Europa samenbrengt. De Europese landen kunnen samenwerken gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, zonder te veel druk van Brussel. We zouden samen willen spreken, onder andere over al deze kwesties in Stockholm, met onze vrienden van de verschillende soevereine en prachtige lidstaten van de ECR-groep. Over de toekomst van Europa. Dus alsjeblieft, jullie zijn allemaal uitgenodigd voor de ECR-conferentie Europe's Future, A New Hope. In Stockholm, Zweden, op 8 mei om 5:00 stipt. Bedankt. Dat was het voor vanavond. Heel hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende ECR-conferentie. Prettige avond. There's a new hope for Europe, a Europe of jobs, prosperity, and recovery. A Europe that safeguards its citizens and borders. There's a Europe that respects its national democracies, that protects the environment, and nurtures its rural economies. There's a Europe that does less and does it better, that cuts bureaucracy and adds value for you. There's a Europe that looks inwards and outwards, for trade, for security, and for friendship. It's time to get Europe
under control and back on track. It's time for a new hope for Europe. It's time to reset EU.